Ik kan een huilende baby nadoen. En ik wil het wel doen, maar ik schaam me ervoor. Wacht, ik doe wel even zo. Fucking eng, I know. Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar mijn King's Day special video. Omdat de meesten van jullie vandaag lekker vrij zijn, heb ik besloten om een extra video op te nemen, zodat jullie me wat beter kunnen leren kennen. Ik ga vandaag de 50 Facts About Me tag opnemen. En dat houdt in dat ik dus zeg maar 50 weetjes over mezelf opnoem, die jullie denk ik nog niet weten. Nou, laten we maar beginnen. Mijn naam is Elise en ik heb ook nog een tweede en derde naam, namelijk Marilyn Gwen. Dus Elise Marilyn Gwen. Als ik thuis kom, doe ik altijd gelijk mijn joggingpak aan. Ik ben best wel iemand die heel impulsief dingetjes aanschaft, dus op internet of in een winkel, dat ik denk, oh ja, dat heb ik echt nodig, maar dat heb ik dus echt niet nodig. En dat kost heel veel geld. Ik ben sinds 2 maanden weer aan het sporten en ik sport nu 3 keer in de week. Als ik thuis ben, heb ik eigenlijk standaard een warme pizza op mijn buik. 1 jaar geleden wist ik nog niet wat vloggen was. Ik ben best wel een moederskindje, maar dat vind ik ook niet zo heel gek, aangezien ik 4 moeders heb. Het gaafste wat ik ooit heb meegemaakt is televisiergala. Daar mochten we heen toen ik in OO Gerso zat. En dat vond ik zo tof dat Linda de Mol voor ons aan de kant ging. Omdat ze in beeld stond dat mensen foto's wilden maken van ons. Hoe bizar. In juni word ik voor het eerst tante. Yeah! Voordat ik met Bats ging, viel ik echt op de verkeerde types. Ik vind het super leuk om piano te spelen. Ik hou heel erg van eten. Maar die wisten jullie denk ik al. Ik ben verslaafd aan Netflix en ik ben nu bezig met de serie Pretty Little Liars. Ik heb vanaf mijn 8e tot aan mijn 16e paard gereden en ik had ook heel veel verzorgpaardjes. Ik woon al vanaf mijn 19e op mezelf en ik vind het wel heel chill, maar ik moest in het begin heel erg wennen. Omdat je dan ineens geld moet uitgeven aan wasmiddel in plaats van leuke oorbellen of zoiets. I love Channing Tatum, dat is echt mijn big crush. En ik heb denk ik de film Magic Mike dan ook echt wel 10 keer gezien of zo. Ik stalk mensen op Instagram. Ja. Dus als ik ineens een foto like van 4 maanden terug, dan weet je, ik heb je gestalkt. Ik hou van rare geurtjes, dus bijvoorbeeld benzine, gum of papier vind ik heel lekker ruiken. Ik eet elke ochtend 1 cracker met hamerslag en 1 cracker met vlokken. En dat is zeg maar al vanaf dat ik me kan herinneren mijn ontbijt. Ik loop thuis altijd op pantoffels. Ik heb ooit eens een nacht in het ziekenhuis moeten slapen omdat ik een hersenschudding had. En toen wist ik niet eens meer wie mijn eigen moeder was. Ik heb een navelpiercing, een tongpiercing en een neuspiercing gehad. In mijn navel zie je nog steeds een gat. Iedereen vraagt of ik wel eens een beugel heb gehad, maar nee, die heb ik nog nooit gehad. Ik heb gewoon best wel rechte tanden van mezelf. Dankjewel, mam. Die heb ik van haar geërfd. Oh, ik ben aan het geven. Ik heb geen tato's. Ik zou er wel eentje willen, maar ik weet niet wat. En vaak als ik dan tekst bedenk wat ik wil, denk ik, ja, wil ik dat op mijn lijf? Of wil ik dat bijvoorbeeld op mijn muur? De leraren op mijn school hadden nooit verwacht dat ik HAVO zou halen, omdat ik altijd alles met een 5,5 of een 6 haalde. Maar met een 6 kom je er ook, mensen. Mijn lievelingseten is sushi. Ik heb 4 moeders en 2 vaders. En als je wil weten hoe dat precies zit, dan moet je eventjes kijken naar een van mijn vorige video's, de Draw My Life tag. Ik ben bang voor alles wat fladdert. Dus of het nou vlinders zijn of vogels, ik ben er bang voor. Ik was begonnen met een hbo-studie aan de Haagse Hogeschool, maar omdat toen precies OO Gerso kwam en ik daar echt van wilde genieten, ben ik daarmee gestopt. Ik ben alleen nooit echt meer begonnen. Mijn moeder noemt me Piep. Ik kan een huilende baby nadoen. En ik wil het wel doen, maar ik schaam me ervoor. Wacht, ik doe wel even zo. Fucking eng, I know. Ik eet elke vrijdag bij mijn moedertjes. Vroeger werkte ik als bijbaantje in de kruidvat als vakkenvuller. Als ik als jongen geboren was, dan zou ik Maxine heten. Ik ga deze zomer naar Ibiza en daar ga ik echt de gekke vlogs opnemen. Mijn sterrenbeeld is vis. Ik had vroeger altijd ratten. En ik had eerst 2 ratten die heten Pizza en Patat.
Maar toen ging pizza dood en toen kreeg ik een naaktrat erbij en die heette Mayo. Ik heb eigenlijk bijna nooit blauwe plekken, dus als ik een keer een blauwe plek heb, dan ga ik hem ook aan iedereen laten zien. Ik haat groepchats. Toen ik voor de eerste keer moest afrijden met mijn auto, ging ik op de vluchtstrook rijden en toen was ik dus gezakt. Als ik mijn oren schoonmaak met een wattenstaafje, dan moet ik altijd hoesten. Ik heb het opgezocht op Google en meerdere mensen hebben er last van. Ik kan echt super goed rappen, vooral als ik in de auto zit. Ik moet alles wat ik afspreek als herinnering in mijn telefoon zetten, want anders dan vergeet ik het. Ik ben altijd overal te vroeg, dus ook al probeer ik te laten komen, alsnog ben ik dan te vroeg. Mijn favoriete kleur is roze. Ik kan goed parkeren in kleine parkeerplekjes, maar als ik een hele grote parkeerplek heb, sta ik altijd 2 meter van de stoep af. Ik heb pas na 3 keer mijn rijbewijs gehaald. Ik kan de ene kant van mijn lip wel optrekken, maar de andere kant van mijn lip niet. Ik heb een keer toen ik in Oogersus had mijn naam gegoogeld en toen kwam ik op een forum over mezelf. En toen las ik dat iemand schreef dat ik lelijke knieën had. En eerlijk gezegd zat ik daar best wel mee, omdat dat ongeveer het enige was waar ik nog nooit over getwijfeld had. Nou, dat waren de 50 weetjes over mij. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik wens jullie een hele fijne Koningsdag.